Welkom bij de Avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen met alle protesten van dit weekend. Eerst Extinction Rebellion. Die blokkeerde weer de snelweg in Den Haag om aandacht te vragen voor het klimaat. Even kijken of die boodschap al een beetje aanslaat bij de rest van Nederland. Wat vindt u ervan? Dat is een waterkanon erop zetten. Waarom dan? Wat heeft het voor zin? Klimaat. Ja, dag. Ja, dag. Wat heeft het klimaat ooit voor mij gedaan? Huh? En ook de boeren die gingen weer lekker de weg op met hun trekkers. Toch even benieuwd, waarom eigenlijk? Er zijn de boeren weer, wat komt u doen? Ja. We komen protesteren. Tegen? Ja, tegen wat niet. Ja, tegen wat niet. Of hij heeft geen idee. Of dit is de meest maatschappelijk betrokken boer ooit. Ja, ik sta hier ook voor Gaza, het machtsmisbruik bij de NPO. En wat er nu in Moldavië gebeurt met de verbreding van de M4. Hè? Dat is dwars door het leefgebied van de Hermelijn, hè? Hey. Maar goed, de boeren in Nederland die zijn een beetje geïnspireerd door de andere boerenprotesten in Europa. Ze zijn bijvoorbeeld boos op nieuwe mestregels. En in Utrecht lieten ze alles uit hun handen vallen om hun onvrede te uiten. Boeren in Utrecht protesteren met de giertank. Binnen spraken de boeren met de commissaris van de Koning. Toen ze naar buiten kwamen, dumpten ze een lading mest voor de ingang. Oké. Het is vreemd om dat nog na een gesprek te doen, hè? Alhoewel, nu ik erover nadenk, van tevoren is ook raar. He, want stel, je hebt een heel fijn gesprek. En dan moet je achteraf nog zeggen, nou, hé, hey, we zijn het eens. En, oh ja, mocht je zo nog naar huis gaan, we hebben 10.000 kilo stront voor je deur gedumpt. Hé, hey, doei, doei, doei. Maar toch even, waarom deden deze boeren dit? We hebben een brief overhandigd. En jullie storten zoveel shit over ons uit. We hebben ook heel wat shit meegenomen. Die laten we hier vanavond. Ja? Ruim dat eerst maar eens op. Ja, ja. Maar dan komen ze toch alleen maar nog later aan jullie shit toe. En waar stront is, is ook Mark van de Oever. De baas van Farmers Defence Force. Die was dit weekend ook aan het protesteren. En hij had een gezellige videoboodschap voor minister Adema en een politicus van NSC. Maar één ding weet ik wel. Piet Adema. En die Harm Holman, hoe die heet, daar heb ik een spuughekel aan gekregen. Die zullen in het centrum van de belangstelling komen te staan. Wow. Ja, in het centrum van de belangstelling komen is leuk als je die dag 6 bent geworden. Maar iets minder leuk als diegene die het zegt voor een brandstapel staat. Nou, veel mensen die zagen er dan ook een dreigement in. En dan maak ik even een bruggetje van den Oever naar Van der Plas. En ja, dat is eigenlijk wat je krijgt als je geen bruggetje hebt, hè? Dan sodemieten je in één keer van de Oever in de plas. Hoe dan ook, Caroline van der Plas mocht bij Op1 reageren op deze video van Mark van der Oever. En dat is natuurlijk interessant, want zij is van de boeren en hij ook. Dus ze wil hem te vriend houden, maar ze moet ook de indruk wekken dat ze een beschaafd iemand is met wie je een kabinet zou kunnen vormen. Dus gaat ze die bedreiging veroordelen? Wat is uw reactie op dit verhaal? Ja, kijk, De weerstand tegen Piet Adema als landbouwminister, die is natuurlijk helemaal niet nieuw. Ah, jammer. Geen veroordeling, maar Sven Kokkelman deed nog een poging. Je zou er een verkapt dreigement in kunnen horen. Ja, kijk, weet je, dan gaan we daar weer over. We moeten gewoon nou eens hebben over hoe we de ellende voor de boeren gaan oplossen. Oké, weer niet gelukt. Nog een poging dan. Als dan aan talkshowtafels alleen maar gesproken wordt over de toon en over dat er daar pellets in de brand staan en dat er autobanden in de brand staan. Het is niet voor niks, Sven, als ik het zo even mag zeggen. Ja, het is in principe hoe die heet, dus het is geen krankzinnige weergave van de werkelijkheid. Maar gaat ze die dreigende videoboodschap nou nog afkeuren? Het gaat mij om deze uitspraak, want er wordt met nadruk gesproken over twee mensen. Op een toon die je als bedreigend zou kunnen ervaren. Nou, u niet? Nou, ik zie daar niet zozeer een bedreiging in. Het zijn harde woorden, zeker. Maar er worden ook hele harde daden gepleegd richting de boeren. Oké, duidelijk. Het gaat niet gebeuren. Hè, pas als je met een giertank in de keuken van Piet Adema gaat staan en je roept, mondje open, Ademaatje! Pas dan zegt Caroline, kijk, dit keur ik af. Maar ik begrijp het wel, hoor. Ik begrijp het wel. Pieter Omtzigt heeft wat minder met dreigementen, dus die twitterde dit aan Caroline. Verkapte dreigementen zijn niet oké, daar neem je gewoon afstand van. Bam! Dat is een flinke tik op de vingers. He, vooral pikant als je bedenkt dat die twee deze week gewoon weer gaan onderhandelen. Dan zitten ze gewoon weer aan deze tafel met een rouwboeket in het midden.
en mannen en vrouwen netjes gescheiden. En dit is niet de eerste sneer tijdens de formatie. Ik heb dat de afgelopen weken bij zitten houden. Kijk, dit is het officiële sneerschema voor deze formatie. En we hebben dus een vette sneer gezien van NSC tegen BBB. Kijk, die vullen we gewoon hierin. Omtzigt, die zegt dat Van der Plas dat dreigement bagatelliseert. Maar we hadden ook een paar dagen geleden een sneer andersom van BBB naar Omtzigt. Want Van der Plas wordt al een tijdje gepest met een gratis biermotie. En dat was ze nou een keer zat. Dus schoot ze in de Tweede Kamer in de verdediging. Over de gratis biermotie wil ik wel even een opmerking maken. De gratis biermotie die wordt de hele tijd op mijn konto geschreven. De motie is opgesteld door de heer Omtzigt. Ik heb hem ingediend en de heer Omtzigt heeft meegetekend. Omdat mij steeds een gratis bier wordt aangemeten. En ik heb me voorgenomen om nu wel even te vertellen hoe dat precies is gegaan. Ja, wel een goede politieke les. Als Pieter Omtzigt zegt, hier, deze motie kun jij misschien indienen. Dan moet je even goed nadenken of het geen prank is. Maar goed, ze heeft Omtzigt dus verklikt. Dat snap ik wel. En die kan dus mooi in het schema. BBB zegt dat Omtzigt die domme motie had bedacht. Nou, gaat al heel lekker met het schema. NSC en BBB staan nu in balans, hè, qua sneren. Wat hebben we nou nog meer? Die sneer van Jessugus naar Wilders op het VVD-congres. Dat ze hem een boze twitteraar noemde. Die komt er ook bij. Maar dan natuurlijk ook nog de tweet van Wilders daarna, waarin die Jessugus zuur noemde. Nou, die mag er ook in. We hebben er al vier. Van der Plas die heeft dan weer in een interview uitgehaald naar Wilders, omdat ze het gekibbel op Twitter zat was. Dus die mag ook in het schema. Oh ja, en dat ze dat zei was weer omdat Wilders een column had verspreid waarin Pieter Omtzigt een katholieke gluipert werd genoemd. Een duidelijke belediging van Omtzigt, dus die moet hier in het schema. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, Jessicus heeft ook Van der Plas veroordeeld vanwege die boerenbedreigingen. En die kan dan ook mooi daar. En Jessicus was misschien nog boos vanwege een eerdere sneer van Van der Plas. Want die vond het laf van de VVD dat ze een rechtskabinet alleen maar wilde gedogen in plaats van zelf mee te doen. Dus die sneer die kan ook in het schema. Nou, dit schiet heel erg lekker op zo. Oh ja, en dan was er ook nog Dion Graus van de PVV. Die is tijdens een Kamerdebat heel boos geworden op Van der Plas, omdat hij zich door haar genaaid voelde. Veel plezier. En ook de BBB, daar wordt, ik heb het over, ik heb het even teruggeluisterd. Ik zeg, mag de wolf ook af en toe een schaap eten? Dat wordt vergoed. Ze krijgen vaak meer dan de slachtprijs. Dus het is een heel sympathieke opmerking. Waarom zou de wolf geen schaap mag eten? Maar dan zegt mevrouw Van der Plas, die gaat er voor de microfoon staan. Ja, maar je bent dus tegen de vee-industrie. En ik moet dan weer honderden mails gaan beantwoorden van boze mensen. En dan moet ik zeggen, luister terug en dan ziet u dat ik gewoon genaaid word. Want ik heb dat helemaal niet gezegd. Laten we ons bij de feiten houden, jongens. Echt waar. Want ik krijg daar spontaan diarree van iedere keer. Wat jammer dat je doet. Oké. We noteren hem. Iets met diarree. Nou, wat hebben we nu? Nou, het gekibbel is redelijk in balans. Bijna iedereen heeft iedereen beledigd. Maar ik zie ook nog wel wat gaten. En dat zou wel een probleem kunnen worden als Ronald Plasterk uiterlijk volgende week zijn eindrapport presenteert. He, want je kunt geen stabiel kabinet bouwen op een scheve sneersituatie. Dus, even kijken. De PVV heeft iedereen beledigd. Dat is netjes. VVD ook goed op weg. Maar die hebben NSC nog niet beledigd. Kijk, dat is slordig. Maar NSC heeft de VVD ook niet beledigd. Dus dat is dan weer in balans. En dan is eigenlijk nog het enige probleem dit vakje. NSC van Pieter Omtzigt heeft de PVV nog niet beledigd. Dus dit wordt heel interessant. Want als Pieter Omtzigt wil dat de formatie slaagt, dan moet hij deze week nog sneren naar de PVV. Maar ja, het zal niet meevallen om iets te vinden om over te sneren. Want ja, Geert Wilders, in every inch a gentleman. Dus Pieter, veel succes. We houden dit in de gaten. En dan gaan we door met luchtvaartnieuws. Want hoeveel piloten heb je eigenlijk nodig in een vliegtuig? Normaal zitten er 2 piloten in de cockpit. En toch zijn er verschillende vliegtuigbouwers en maatschappijen die een nieuw soort cockpit ontwikkelen voor 1 piloot. Een nieuw soort cockpit ontwikkelen voor 1 piloot. Tip. 1 stoel weghalen, klaar. Maar in de toekomst is er tijdens commerciële vluchten dus misschien nog maar 1 piloot aan boord. Luchtvaartmaatschappijen willen dat, omdat piloten veel verdienen en het dus goedkoper is als je er maar eentje in hoeft te huren. En het werk van de co-piloot wordt dan bijvoorbeeld door de computer overgenomen. Maar piloten zijn tegen dit plan. Zij vrezen dat het verminderen van de bemanning ten koste zal gaan van de veiligheid. Ja, en ik denk ook wel van de sfeer in de cockpit, toch? Ja. Wat ga jij straks doen in Barcelona? Oh! We luisteren even naar piloot en amateurdichter Dara van Langen. We vliegen nu op kruishoogte, 35.000 voet. Stel, ik word onwel, ik voel mij plotseling niet goed. Dan zit er niemand voorin.
dan zit er niemand voorin. Dat is mooi. Mooi, toch? Maar goed, waarom vinden piloten dit nou zo'n slecht plan? Ik ga dat vragen aan Herbert Brinkman. Hij is piloot. Even kijken. Meneer Brinkman, hoort u mij? Ja, een hele goede avond, meneer Lubach. En ook een bijzonder extra goede avond aan alle avondshows Sky Team Elite members in het publiek. Die zitten hier denk ik niet. Maar oké, okay. Meneer Brinkman, één piloot in de cockpit. Wat vindt u daarvan? Mijn naam is Brinkman. Ik ben nu vandaag uw gezagvoerder. Een heel warm welkom hier vanaf de flydeck aan alle kijkers. Buiten is het 9 graden, deels bewolkt. Maar we wachten nog even op de pushback. Maar geniet u alvast van de service aan boord. En dan hoop ik dat u een hele prettige uitzending heeft. Ja, ik vroeg u iets anders. Ladies and gentlemen, de captain. Thank you for watching the avond show. Current outside temperature 9 degrees Celsius. Partly clouded. We hope you enjoy the broadcast. And we are currently waiting for the pushback. Ja, oké, dat had u allemaal gezegd. Maar vindt u nou een goed idee of niet? Eén piloot aan boord? Ja, dear passengers. Remaining flight time is about 15 minutes. En wat betreft die hele reduced crew operations, u moet het zo zien. Als ik straks eenzaam op die ILS na stretch 5 nog die wokkel in moet zonder controlled rest, ja, dan zit ik niet op een canarsie approach te wachten, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Okay. Goed, ladies and gentlemen, zoals u heeft gemerkt, hebben wij de approach inmiddels ingezet. Cabin crew, per verlening. Blijft u zitten met de stoelriemen vast en uiteraard ook weer een heel extra speciale dankjewel aan al onze avondshow Sky Team Elite members. Ja, die zijn hier niet. Okay. Nou, meneer Brinkman, hartelijk dank. Dit was vandaag straks het laatste nieuws over schapen met Diederik Smit. Maar eerst nog AI op Kamerlid. Doe maar lekker mee. Naam? André Vlag. Partij? SGP. Het is een Kamerlid. Gefeliciteerd, je hebt het filmpje helemaal uitgekeken! Ah, ik weet het zeker. Jij bent klaar voor de volgende stap. Jij bent toe aan hele uitzendingen op NPO Start. Ik weet zeker dat je dat kan. Ik geloof in je. Zet hem op. Kom op. NPO Start.